Dit is mijn zoon. En dit is mijn vader. Maar hij is ook mijn coach. En hij is mijn leerling. De samenwerking tussen Michael en mij gaat eigenlijk, heeft altijd heel goed gegaan, van jongs af aan eigenlijk. We hebben niet veel woorden nodig om, om elkaar te begrijpen. En dan naar rechts toe stijl oksen. Dan hier omheen, dan moet je denk ik voor die stijl lang driesprong. Ja, het is zeker als een droom geweest, als vader natuurlijk, dat je zoon hetzelfde doet als wat je doet. Ja goed, ik heb gewoon heel veel respect van mijn vader als persoon, als ruiter en ook als trainer. Dit is mijn vierde keer dat ik aan CAO Rotterdam deelneem. Michael ging eigenlijk vroeger al als kind ging hij altijd al mee om mee te kijken, om te helpen. En dan was hij ook altijd heel fanatiek. Hij liep met mij mee het parcours, hield alles in de gaten op het inspringterrein. Ook hoe de andere ruiters zich voorbereiden op de wedstrijd. Dus die interesse heeft hij altijd al als jongs af aan gehad, ja. Ja goed, natuurlijk als dadelijk de landenwedstrijd nadert, dan komt natuurlijk wel een beetje die spanning erbij kijken. Hij wilde alles voor opzij zetten en dat bewonder ik wel in hem. Een foutje kostbaar is deze landenwedstrijd, want ja? Er best genoeg naar los komen. Het gaat met mij goed, maar ik zal nooit zeggen dat ik beter ben dan hem. Ik kan nou die medewerking van mijn vader nog niet wegdenken, zeg maar. Maar dat wist ik wel, die tijd is kort voor jou. Het zou niet goed zijn als vader niet trots bent als je eigen kind op dat niveau zo meerijdt. Ik bedoel, dat zou natuurlijk, ik denk, geen goed teken zijn.